Nou, super bedankt. Ik ga vragen of Van der Valk de deuren open wil doen. En dan gaan we lekker eten en drinken. Geniet ervan. En straks geef ik nog even het woord aan de wethouder. Eet smakelijk allemaal. Ja, ga er gewoon. Ik werk als consulent mantelzorg bij Meedrechtsteden en ik heb de Verwenweek voor mantelzorgers georganiseerd. En de openingsactiviteit is deze brunch voor mantelzorgers. Een hoop mensen. Hoe komen jullie aan deze mensen? Nou, er zijn vandaag 375 mantelzorgers. We hebben heel veel mantelzorgers die schrijven zich in bij mee om brieven en post te ontvangen. Dat krijg je vrijblijvend. Dus die mensen schrijven we aan om uit te nodigen. En daarnaast gebruiken we natuurlijk de kranten, websites, social media om duidelijk te maken dat er activiteiten voor mantelzorgers zijn waar ze naartoe kunnen gaan en aan deel kunnen nemen. Mantelzorgers hebben het zwaar, soms heel zwaar. En is dit dan zo'n dag om in het zonnetje te zitten? Ja, zeker is dat erg belangrijk. Hè? De meeste mantelzorgers die krijgen niet altijd waardering van degene voor wie ze zorgen. Het is wel belangrijk dat ze dat wel krijgen. En vanuit MEE en de gemeente willen wij ook laten zien dat we heel erg waarderen wat ze doen. En daarvoor zetten we ze vandaag en deze hele verdere week graag in het zonnetje. Hoe ziet de week eruit? Er zijn deze week 31 activiteiten, echt hele verschillende dingen. Kan je denken aan bloemschikken, stoelyoga, leuke workshops, koffiemomenten, bingo, nagelslakken. Allemaal activiteiten waar je zelf op in kan schrijven of naartoe kan gaan zonder in te schrijven. En aan deel te nemen wat je eigenlijk zelf leuk vindt op het moment dat het jou uitkomt. Ik zou zeggen een prettige dag en ze hebben al trek. Ja, iedereen gaat lekker genieten, dus laten we het vooral laten smaken. Zo, u bent goed bezig, hè? Ja, ik ben goed bezig, ja. Wat heeft u allemaal op het bord? Roastbeef tartaar. En het andere, dat is, weet ik niet eens meer, carpaccio. Wat vindt u van zo'n dag? Gewoon gezellig. En een stukje waardering. Is nodig, hè? Ja. Ja, zeker als je ziet wat er niet gebeurt. Ja. Ja. Gebeurt er veel niet, want u geeft het dan aan, maar ja? dan merk je in uw omgeving dat er toch, toch niet alles goed gaat. Nee. Wat ik onderken is dat gewoon de situatie nog meer verbeterd zou moeten worden. Het gaat allemaal iets te makkelijk en ja, soms maak ik me wel eens zorgen over de mensen waar ik dan zicht op heb. En je merkt gewoon dat het toch echt aan die regering ligt, dat het geld wat aan andere zijdes gaat, zeg ik wel eens, die zouden we toch iets meer aan onze eigen mensen kunnen geven. Ja. Dat geldt ook voor onze ouderen, maar ook voor onze gehandicapten, die de zorg het hardst nodig hebben. Ja, en iedereen is het er eigenlijk wel mee eens, maar er gebeurt niets. Nou, er gebeurt helemaal niks. Er worden toezeggingen gedaan. En nu ook weer met deze nieuwe regering. Er worden er zogenaamd weer toezeggingen gedaan. Maar als je dan de bijlagen en de bijsluiters leest van het regeerakkoord, dan zie je dat er toch onderhands weer wat weggehaald wordt. En dan blijkt het maar weer een heel minim bedrag te zijn. Ja, een minim bedrag. Het zijn nog altijd miljoenen. Maar dan denk ik, ja, ik zie zoveel dingen in mijn omgeving. En ik denk van, kom op,
Hier zouden we toch wat beter kunnen. Jammer, hè? Dat vind ik gewoon jammer, ja. Ja. We gaan het zien. Nou, we gaan het niet zien. Nee. Ik ben sober. Toch maar genieten. Oh, zeker wel hoor. Want ik vind dat de mensen die hier zitten het wel verdienen. Zo is het. Zo is het. Ja, je mag even. Ja. Ja. Zo. Nee, dat hartstikke leuk. Ziet er goed uit, hè? Ja, hè? Ja. Heerlijk, heerlijk. Ja. Is dit het enige wat je gaat nemen? Of? Nou, dat weet ik niet. Maar het ziet er allemaal wel lekker uit, hè? Het is allemaal heel erg lekker, ja. Ja. Nou, fijn dat u er allemaal bent, dat u de tijd heeft kunnen vinden om hier aanwezig te zijn, om een lekker hapje te eten met elkaar en elkaar te ontmoeten en misschien wat vragen te stellen, bij te praten, want u zit als mantelzorgers toch allemaal ongeveer in eenzelfde situatie. Ja, gelukkig zijn er veel van u al bekend bij ons en bij MEE, en bij ons bedoel ik de gemeente, wij doen dat samen met MEE. Want als jullie hier bekend zijn, dan weten we ook beter hoe we jullie kunnen helpen, kunnen ondersteunen. Dus daarom zou ik zeggen, als u nog mensen kent die zich niet gemeld hebben, laten we dat vooral doen. Als ze ingeschreven staan, dan kunnen ze ook het mantelzorgcompliment aanvragen. U weet dat wij daar heel ruimhartig in zijn. Vanaf 1 november is dat opengesteld. Er zijn al een aantal aanvragen. U kunt dat tot eind van het jaar doen. Dus... doe dat gerust en dan weet u weer, u weet dat u een cashbedrag kunt krijgen of u kunt kiezen voor een aantal waardebonnen. Dus schrijf u vooral in.